Hallo allemaal, welkom bij Tissy Here & Toys. We gaan weer verder met Pokémon video. Ik heb vandaag voor jullie een chest van de nieuwste chest die uit is. De nieuwste chest. Treasure chest. Er zitten 5 booster packs in, 3 Pokémon kaarten, een coin en nog veel meer. Hij is wel stevige plastic wat hij ingerold is. Kijk. Hier, dit zijn de promo kaarten. En de coin van Charmander V. Dus deze zijn wel hele mooie. Ik laat ze even zo. Zodat niet beschadigd. Wat we nog meer in hebben is een mooie sticker. Van Pikachu en Charmander V. Oh kijk. Het zit in een doosje en in een hoesje nou. Nog meer stickers. Nog meer stickers. Van de 3 starters. We hebben natuurlijk een mooie plaatje. En een kleine bundeltje waar je Pokémon kaarten in kan doen. En je hebt daar verder niks. Hoeveel krijg je nog van de potloden bij? Dit laat ik lekker zo. Dan hebben wij hier van Sword and Shield, Gunner Shadow, Cinnamon en de nieuwste set, Vivid Voltage. Geen Darkness and Blaze, terwijl Darkness and Blaze erop zat. We doen het op deze volgorde. Gunner Shadows. Oh, Ben & Jerry's is natuurlijk Sun & Moon, maar laten we dit beginnen. We hebben een Electric, Simicic, Noctowl, Sandygast, Rhyhorn, Marowak, Caterpie, Mordel, Hoothoot en een holo Raichu. De base set van Sun & Moon. We hebben een Granbull, Pokeball, Tartix, Zubat, Popio, Stuffle, Wingo, Tartini, Professor Kukui en Parasect. Sword and Shield. We hebben een Linoon, Seeking, Ordinary Ward. Krabby, Cookie, Metway, Hoothoot, Pinchitching, Pokekit en de Professor Wishers. De nieuwste is Water Shield Vivid Voltage met Pikachu V-Max. Deze gaat even weg, want dit heb ik niet meer nodig. Beginnen we eerst met een Meteng. Chirafric. Ah, leuk. Alistair. Chipet. Pucciana. Voltorb. Wakwaf. Telo. Electrix. En een holo van Wailord. Daar is Pakkie. We hebben een Ferrothorn. Een Tusklop. Een Hockey Helmet, Charmander, Woepen, Meowth, Cottony, Arakuda, Trumbeak en een Fortress. Nou, meer hebben we niet. We hebben geen goede uitgehad, geen V-kaarten. Maar ja, je kan niet altijd geluk hebben. We hebben hele mooie promo's, daar is het voor gegaan. En hopelijk zie je de volgende keer weer in een nieuwe video. Tot dan, bye bye, doei!